De Vries zet goed door daar aan die linkerkant. Krijgt die bal niet voor de goal. Maar wel de eerste hoekschop van de wedstrijd. Die is voor Cambuur Leeuwarden. De Visser overgestoken voor die hoekschop. Draait de bal in. De Vries niet bereikt. Bal weer ingebracht door Turk. Maar uiteindelijk weggewerkt door Pinas. Rustenberg. De Visser staat nog aan de linkerkant vanwege een hoekschop van zo even. Guit. En zo komt Cambuur er doorheen. Komt hier de eerste kans van de wedstrijd en is het gelijk raak. Maci, oudspeler van Dordt, zet de thuisploeg op voorsprong. En weer een desastreus begin dus voor Dordrecht, ook in Leeuwarden. Het is wel heel eenvoudig hoe Cambuur er doorheen wandelt. Maar aan de linkerkant, de schuiver van Maci, is doelman Doudé te machtig. Al heel vroeg in de wedstrijd de voorsprong voor Cambuur Leeuwarden. En weer is de thuisploeg weg aan de linkerkant. Maci met Van Muijen. Maci met de voorzet. De Vries wordt het al heel snel 2-0. Dat wordt het inderdaad. Vraag niet hoe, maar hij zit erin. Nu is het voorbereidende werk van Maci. En klopt er weer heel weinig van achterin bij Dordrecht. Nog geen 6 minuten gespeeld. En het is al 2-0 voor Cambuur Leeuwarden. Hier is het een aanval over de linkerkant. Maci die maar heel weinig problemen heeft met Van Muijen. De bal zomaar kan voortzetten. En de vrijheid die De Vries geniet is onvoorstelbaar. En hij weet die bal dan achter de doelman te werken. Het is 2-0. Lange bal van Boksel in de richting van De Vries. Oh, helemaal verkeerd getimed. Nou, hier komt nummer 3. Nee, hier komt nummer 3 niet. Maar wat een chaos achterin bij Dordrecht. Het is onvoorstelbaar. Leon Heesen namens Cambuur. Nog altijd in de eerste 10 minuten van de wedstrijd. De Vries van der Heijden. En De Visser. De bal kan terug naar Sander van der Heijden. Voor de goal is De Vries. Maar dit kan ook. De Visser. De Visser. Scherpe voorzet. En bijna het eigen doelpunt. Van Muijen. Wat een start van Cambuur. De hoekschop. De Vries niet. De volley van Turk. En de redding van Doudé. Ja, Cambuur kreeg een behoorlijke dreun te verwerken. Maar wordt vanavond door Dordrecht geholpen. In het rouwproces. De Visser. Maakt blijkbaar geen overtreding. En nu ligt er heel veel ruimte aan de rechterkant voor Cambuur. Met Turk en de opkomende Van der Ree. Natuur kan natuurlijk ook zelf schieten. Dat doet hij ook. En de poging is hard zat. Redding van Doudé. Maar ook dit toont weer aan hoe slap, hoe zwak Dordrecht staat te verdedigen vanavond in Leeuwarden. Guit. De Vries gebruikt zijn lichaam goed. De Vries nu wel 3-0. Ja, nu is het wel 3-0. En lijkt het al heel vroeg gespeeld vanavond in Leeuwarden. Iets meer dan 23 minuten op de klok als De Vries dat machtige lichaam weer eens handig gebruikt. Geen overtreding, oordeelt Bramar. Terecht is dat oordeel. En dan lift De Vries de bal over Doudé heen. Maakt hij zijn 14e van het seizoen. En staat het 3-0. Een blamage voor Dordt. Nu wat ruimte voor Dordrecht. Sequeira, maar Zeefuik loopt wat in de weg. Nu heeft hij de ruimte gemaakt. Komt hij tot dit schot. En via de buitenkant van de paal, maar net naast. Kalisse. En ook dat scheelt niet veel. De redding van Mul. Gert Kruijs heeft genoeg gezien in het eerste half uur. Hij grijpt in. Centrale verdediger Westerduin naar de kant en middenvelder Delanois voor hem in de plaats. Hoekschop genomen, Mul ten nauwe nood en dan heeft hij hem in tweede instantie opnieuw. De kans voor Dordrecht om iets terug te doen. De verdediger Van Muijen stuit tot twee keer toe op David Mul. De Visser. Voorzet van De Visser is scherp. Versluis zit er weer eens helemaal naast Van der Heijden. Prikt die bal bijna binnen. Volgende kans voor Cambuur, Sander van der Heijden. In de extra tijd van de eerste helft nog een lange paas van De Visser. En Van der Heijden kan er dan nog 4-0 van gaan maken. Sander van der Heijden gunt het aan De Vries. En dan gaat die bal erin of niet? Nee, zegt Bramar. En de assistent doet ook niks. Van afstand dan nog. En vervolgens Doudé. Ja, het had al 5-6, misschien wel 7-0 kunnen zijn. Het is zeer eenzijdig geweest.
Cambuur veel, veel beter. Maar die laatste mogelijkheid van de eerste helft wordt nog op de doellijn gekeerd. Geen doelpunt. De ruststand is 3-0. Of toch nog De Vries. Toch nog 4-0. Ja, nee. Onderkant lat. En eruit. Wat een regen aan kansen voor de thuisploeg. Mark De Vries alleen al had 4-5 keer kunnen scoren in de eerste helft. Ook nu gaat hij er nog niet in. Maar de handen gaan op elkaar van de 8100 hier in het stadion. Want Cambuur was vele malen beter dan het onthutsend zwakke Dordrecht. En er volgt nog een helft. Ver inworp. De Vries verdedigt mee, komt weg. Boksel ruimt op. Delanois. Schot van Delanois. Niet onaardig. Een half metertje over de goal van de Mul. Het eerste wapenfeit van de tweede helft. De Visser. De Vries naar de eerste paal. Daar komt Mark De Vries. Knap gedaan door de spits van Cambuur. Hij mikt de bal net over de goal. Het is zijn eerste kans van de tweede helft. Ver inworp van Delanois. Zeefuik. Uit de draai geschoten. En de redding van Mul. Dat was overigens Sequeira. Het is een waardeloze avond voor Gert Kruis vanavond. In de tweede helft gelooft Cambuur het verder ook wel. Dus gebeurt er niet al te veel meer. Bal in de richting van Verhoek. En als Mul die bal loslaat, ontstaat er nog een kans voor Dordrecht. Foutje van de doelman van Cambuur. Verhoek kan net niet profiteren. De Boer. Van der Heijden. Meegeven aan De Boer. Goeie paas van Van der Heijden. De Boer is zojuist ingevallen. En de redding van Doudé. Geen extra tijd bij deze wedstrijd. Want het verschil was al lang gemaakt. Al na 23 minuten stond de eindstand op het bord. 3-0 voor Cambuur Leeuwarden. Daar valt helemaal niets op af te dingen. In de eerste helft had het al zomaar een dubbele marge kunnen zijn. Een complete off-day voor Dordrecht.